Mijn naam is Paul Blokker. Ik ben werkzaam bij DLV Advies onder het speerpunt Mest en Mineraal. Vandaag staan we bij een proefveld van loonbedrijf Gerestein. Die hebben we als DLV samen met hun opgezet vanuit het project Natuurlijke Veehouderij. En vandaag willen jullie wat vertellen en laten zien over de verschillende dingen die we hier uitgevoerd hebben. Als eerste, hoe kunnen we binnen dit project mais telen met minimale grondbewerking? Ten tweede, wat zijn de effecten van vol veldbemesting en rijbemesting in de mais? En als laatste hebben we een veld met sorghum. En daar willen we kijken of het een kansrijk gewas is als alternatief van mais en zeker op de droge zandgronden. Dag, ik ben Barry van Gerestein. We staan hier op het proefveld in Kootwijkerbroek. We hebben samen met mijn broers en mijn zus een loonbedrijf in Kootwijkerbroek. Ja, ik vind het eigenlijk best wel belangrijk om met zo min mogelijk grondbewerking toch mais te telen. Als het organisch stofgoed is, dan heb je natuurlijk een goede waterhuishouding, goed bodemleven, wat ook belangrijk is voor de groei. Nou, hoe zijn we hier begonnen? Hier stond natuurlijk een groenbemester op, een Italiaans raaigras. Die hebben we doodgespoten. In eerste instantie met 2 liter Roundup, de ene helft. De andere helft hebben we met 1 liter Roundup gedaan en een beetje humuszuren erbij. Toen de groenbemester afgestorven was, hebben we het gevreesd. Toen hebben we na de tijd de ene helft van het perceel geploegd en de andere helft losgetrokken met een woelen-pakker-combinatie, noemen wij dat. Zagen we dit jaar natuurlijk wel door de droge, koude voorjaar wat we hadden, door de droge omstandigheden, dat de maisopkomst eigenlijk op het geploegde land, waar de maiszaadjes in de verse grond lagen, dat ze wat regelmatiger opkwamen. In de niet-kerende grondbewerking was de bovenlaag zo droog dat tijdens het zaaien dat het eigenlijk het zaadje bijna in het stof lag. En dat zelfs sommige maisplanten 3 weken na de tijd pas tot ontwikkeling kwamen. Toen er weer een beetje vocht kwam. Wij hebben hier de rijbemesting en de volveldsbemesting toegepast nadat het land eigenlijk klaar lag, saai klaar lag. Met de volveldsbemesting en de rijbemesting hebben we gekozen voor 40 kuub rundveedrijfmest. Nou, wat we hier zien eigenlijk op dit moment dat de volveldsbemesting toch je een iets minder resultaat geeft, een minder volle kolfvulling van de maïsplant. We zien hier ook, dat zag ik natuurlijk met die hittegolf die we gehad hebben, dat we in die dagen dat het zo droog was, zeg maar, dat de maïsplant die op het volveldsbemesting stond, dat die wat eerder ging verdrogen, eerder gingen de bladen krullen, het blad verbrandde wat meer. En de maïsplant die bovenop de bemeste rij stond, dat die eigenlijk wat frisser, wat groener bleef, wat sterker was, om het zo maar te zeggen. Ik ben er al 4 jaar mee bezig en eigenlijk met best goede resultaten. Dus ja, ik zou adviseren de klant die de perceel ernaar heeft, de mooie grote hoeken zeg maar, waar je rechte lijnen kunt trekken, toch nog eens te proberen, want het heeft echt wel een beter resultaat. En vooral als we nog verder terug moeten met de mestgift, dan denk ik dat je een betere verwaarding van je mest krijgt. Omdat we hier op de zandgrond zitten en de ervaringen die we eigenlijk de laatste jaren opgedaan hebben, heb ik hier gekozen voor een aschaat. Aschaat is een ras van LG, wat eigenlijk een vroeg ras is en wat ik met een hoge zetmeelwaardes erin. Daarnaast hebben we natuurlijk een grosso staan hier op het proefveld. Nou, grosso is echt een soort van massamais met een goede kolf, die ook de kolf goed laat zien. Maar ook voor melkveehouders die zeggen van ik heb een klein areaal waar ik wel een stukje mais op zou doen en ik wil best wel een grote kuil hebben. Daarnaast hebben we ook nog een Andinamo gezaaid van Eurocorn en dat was voor ons eigenlijk een nieuw ras en, om te kijken van joh, wat doet hij hier op die zandgronden. Nou, als ik het nu naar het proefveld kijk, dan doet hij eigenlijk niet veel onder voor de grosso, dus hij zit weer meer aan de kant van de massamais als van de vroeg afrijpende mais. We staan hier in een stuk met sorghum wat het ras van Little Giant van DSV zaden. Het is wat een kortere sorghum wat meer zetmeel geeft. De 2 voordelen van sorghum vind ik dat het eigenlijk goed wil groeien onder droge omstandigheden en met weinig water en weinig mest groeien wil. Dat komt ook doordat sorghum natuurlijk een veel groter wortelgestel heeft als de maisplant. De wortels gaan gewoon dieper. Wanneer kan sorghum concurreren met de mais? Als ze dezelfde zetmeelgehaltes per kilogram droge stof kunnen halen, dan zou sorghum eigenlijk een goede vervanger voor mais kunnen worden. Thank you.